Moois herhaalt de making-of van 3 jaar geleden Mirror Mirror. Maar we kunnen het toch niet laten. We gaan vandaag even op bezoek bij de eerste locatierepetitie van 2017. Het was de grote culturele zomerhit van 2014. Mirror Mirror van Connie Jansen danst in de onderzeebootloods. Een indringende en persoonlijke voorstelling in een industriële omgeving. Er is prachtige muziek. Rotterdam Symfonia speelt live klassiekers van de Minimal Music onder leiding van Conrad van Alphen. Een extra attractie is natuurlijk dat je met de waterbus naar de onderzeebootloods gaat. Oh kijk, we zijn er al. Daar is de onderzeebootloods. Precies. Eenmaal hier aangekomen kan je ook nog heerlijk dineren. Een dagje culturele vakantie in eigen stad dus. Wat wij wel graag willen is dat het meer is dan alleen de dansvoorstelling. Maar dat we echt een middag of een avond mensen ontvangen en dat ze komen in het nest van Connie Jansen danst. En dat is meer dan alleen die voorstelling, maar ook andere kunstdisciplines binnenbrengen, lekker eten, een goede aangename sfeer maken. Want je komt uit die robuuste haven en dan kom je binnen en is er deze enorme gezellige, sfeervolle hal waar je van alles in kunt ontdekken. Als het dan blijkt te kloppen en het publiek komt en het publiek is zo enthousiast en er ontstaat iets wat heel erg wederkerig is bijna, dat is heel blijmakend. Video moet zich herstellen, snap je? Nou, er gaat dus kennelijk iets leuk niet. Hij zou eigenlijk in de spiegel een beetje meer moeten blijven, hè, met dat zoeken. Ja, dan kom je hier met je hielen, en when you stand there, it's the toes. Ja? En het moet zo zijn dat die video, de spiegel en het centrum moeten corresponderen. Maar dat is nogal een dingetje. Oké. Ik dacht dat er een gat in zijn broek zat. Dus ik denk, even kijken. Maar er zit geen gat in zijn broek. Ik denk, zit er nou een gat precies hier? We houden het wel netjes, hè? Het is niet voor niks dat we natuurlijk deze voorstelling terugbrengen. Ik vind sowieso de haven, weet je, de haven van Rotterdam, dat vind ik een plek die me enorm inspireert. Door de energie die er is, het water wat voorbij gaat. Dus dit is een plek waar ik graag ben. En de onderzeebootloods is gewoon als locatie een hele inspirerende plek om een voorstelling te maken. Het is ongeveer 70.000 liter water wat er hierin zit, koud water. Maar de waterdruk is eigenlijk te weinig. En je zou denken van, goh, je zal er wel waterputten zijn, waardoor je via een brandslang erin zou kunnen liggen. Maar dat is niet het geval als de brandweer zou komen. Die legt gewoon zo'n slang in de Maas en die pompt het vol. Alleen de Maaswater daar 14 dansers te laten dansen, dat werd iets te veel van het groeien. Dus wat er nu komt is een waterboot. Ja. En die pompt eigenlijk in een uurtje tijd er 70.000 liter water in. Ja. En dat wordt één keer in de 3-4 dagen verpest. De vloer wordt spannend. De vloer is opgeknapt. Toen wij in 2014 hier kwamen, hebben we nog de gaten met betonmolens lopen dicht. En ja. Nu is het een hele mooie gladde vloer. Dus dat, ik hoop dat die niet met water glad wordt. Maar we hebben wel wat testjes gedaan. Dus, maar ik ben blij dat het niet dood opgeknapt is. Nee. Dat het karakter van het gebouw behouden is. Want anders kom je in een soort. Is dat juist die essentie waarom zo'n plek zo interessant is, wordt weggehaald. Maar dat is niet het geval.
Er staan natuurlijk in deze herneming 7 nieuwe dansers. Dus we zijn heel intensief aan het repeteren om die 7 nieuwe dansers dat gevoel mee te geven. Daarom zijn we nu al in de locatie aan het repeteren om hen het gevoel van de ruimte mee te geven. En ik praat natuurlijk met ze ook over wat we willen met elkaar bewerkstelligen. En ik vertel ook waar het ooit uit ontstaan is. Mag wel meer hierheen, hè? Charlie? Mag wel meer naar ons toe komen nu? Groeten! Mijn voorstelling die gaat over de spiegel in jezelf. En jezelf spiegelen in de ander. En jezelf in de ogen kijken. En denken van... Wie ben ik? Waar gaat het over? Mijn vader is 1,5 jaar geleden overleden. En ik heb hem 1,5 jaar verzorgd. En het gaat natuurlijk ook heel erg over mijn proces in jezelf spiegelen aan het sterfbed van je vader. En ook hoe mijn vader over zijn leven zijn bezinning had. En dat ik merkte dat sporen van dat proces van mij als dochter die eigenlijk haar vader gedragen had en had geholpen. En dat ergens sporen van dat proces in die voorstelling terecht zijn gekomen. Het gaat veel over jezelf spiegelen in de ander. De watervlakte is niet alleen water, maar het is ook een spiegel. Dus alles krijgt door de ruimte en door het gebruik van het licht en het water en letterlijk spiegels een tweede leven. En al die keuzes die je in zo'n creatieproces maakt, die je op je intuïtie en op je gevoel maakt. Want ik ben zo'n soort maker, ik ben niet een conceptuele maker. Ik ga echt in het moment, in het instinct zitten. Die keuzes die zijn gevoed door wat ik daarvoor heb meegemaakt. Het is niet een voorstelling die over mijn vader gaat, het is een voorstelling eigenlijk die over mij gaat, dat je afscheid neemt. En het mooie was dat ik tijdens de voorstellingen merkte met het publiek, dat iets van dat gevoel bij de mensen zo binnenkwam, weet je, ze ook zo geroerd waren daardoor. Terwijl ik, wat jij zei, ik heb het er nooit doorheen willen douwen, want dan krijg je zo'n gefocust kader. Terwijl ik denk, het gaat over mensen, het gaat over afscheid nemen en... Het is daardoor ook een hele poëtische, troostrijke voorstelling geworden. Maar die magische, mythische onderkant, weet je, van die, hè, dat is echt vertaald in het feit dat vooral in het begin van de voorstelling gedragen wordt door vrouwen. Als sirenes en als krachtige, mythische wezens komen ze alsmaar uit die donkere achterwereld de ruimte in. En daarmee nemen ze steeds meer bezit van hun voorruimte en nemen ze de mannen langzaam mee. Je hebt het over het stuk, je laat het zien op beeld, zodat ze voelen waar ze in gaan staan. En je typecast natuurlijk, hè. Bijvoorbeeld Adi is een danseres die is op dit moment zwanger. En zij wordt in deze voorstelling vervangen door Lisa. En Lisa heb ik natuurlijk in de afgelopen maanden kunnen zien wat haar potentie is, wat haar kracht is, wat haar kwaliteit is. Dus dan denk ik, Lisa die is geschikt om die rol te vervangen. En zo ga je natuurlijk... toch kijken welke danser pakt welke rol op. En ik verander ook dingen. Ja, ja. Zodat het, hè, als iemand, dus dat niet iemand zich moet forceren in ik moet de ander zijn. Ze moeten die jas pakken en ze moeten het vervolgens eigen maken. En dat is natuurlijk, dat moeten we coachen. Uiteindelijk zien we dadelijk 14 nieuwe dansers en het is hun voorstelling. Zo moet het zijn.
Maar het mooie is wel, als je het nu terugpakt, weet je, dat je toch die emoties weer voelt. Dat zit gewoon in de muziek, dat zit in de dans, dat zit er gewoon in. Dat is, ja, dat is ook wel heel bijzonder om repertoire terug te pakken. En dat je kiest, dat is een heel delicaat proces, wat je kiest om terug te brengen. Dat je voelt dat er iets daarin zit, wat gewoon blijft. We gaan zo een stukje van de eerste repetitie hier zien op de locatie. Wat kan ik verwachten? Je gaat een beginstuk van de voorstelling zien, waarin drie danseressen op de vloer komen. Koningin noemt het de sirene vanuit de mythologie. En wij komen eigenlijk van achter naar voor en vanuit de plek achter het orkest, de mythische wereld, komen we naar voor. Jou is hier de eerste keer, dus ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat is jouw eerste indruk, want je komt hier vandaag binnen. Ja. Wat vind je van de locatie? Nou ja, de locatie is echt geweldig. Het is een hele grote onderzeebootloods en ja, voor mij de ruimte op zich is echt super inspirerend en ja, ik ben heel benieuwd naar hoe het gaat zijn als het water straks erbij is. Het wordt nog heel anders natuurlijk. En wat voor gevoel krijg je hier? Krijg je hier een lief gevoel of een hard gevoel? Of een hele afstandelijke of vind je het een persoonlijke sfeer? Ik vind het niet per se een persoonlijke sfeer, want het is heel groot. Dus je moet echt de ruimte soort van conqueren, hoe zeg je dat? Overnemen? Overmeesteren, ja. Dat gevoel heb ik wel. Dus je moet echt de hele ruimte gebruiken. Voor jou, ja, het is weer een nieuwe ontmoeting. Voor jou, 3 jaar geleden stond je hier ook. Ja, klopt. En nu ben je weer hier. Voordat ik wist dat ik het weer ging doen, was het al voor mij al een heel ander gevoel. Zo van, oh, dat gaat een heel andere beleving worden dan het ooit was. Want ik ben natuurlijk ouder, dus ik ben 3 jaar verder en ik zit er nu echt vast. Hier reageer je op het licht en hier reageert het licht op jullie. Dus als jullie op de plek zijn, pakt het licht jullie. Ja? Oké, jongens, we gaan door. Waar we stopt. En wat is er dan zo anders? Voor mij was het helemaal nieuw. Dus je stapt ergens in zonder een gedachte te hebben over wat er überhaupt gaat komen. En nu weet je dat allemaal. En nu probeer je na te denken, hoe kan ik dat, zoals ook zij zegt, hoe kan ik dat overmeesteren? Hoe kan ik dat op een ander niveau brengen? Hoe kan ik mezelf nog steeds zijn? Maar weet je, het is ook logisch, het is 3 jaar later, dus je zult er... Hoe je het bent of keert, zul je er heel anders in staan. En dat te beseffen, ja, dat is ook wel een apart gevoel. Ik ben gegroeid. En ja, als je groeit, dan ga je andere dingen voelen, je gaat andere dingen doen. En je voelt je gewoon anders. Ik kan het niet zo goed verwoorden. We moeten het gewoon maar zien. Ja, je moet het gewoon maar zien. En dan zie je wel of ik weet niet of je het toen gezien hebt. Ik heb het toen niet gezien, maar toen niet? Kom ik natuurlijk wel. Oh, dus dan zie jij het eigenlijk voor het eerst dan. Ja, klopt. Ja. Dus dan zul jij niks merken dan misschien. Nee. Je neemt het stokje over van... Adi Amit, ja. Want zij is nu zwanger, Adi is zwanger, gehoord. Ja. 7 maanden is ze nu zwanger. Ja. En ze is eigenlijk net pas gestopt met dansen. Ze is bij de vorige voorstelling heeft ze nog tot het einde met de dikke buik gedanst. Mm-hmm. En nu coacht ze ons en mij vooral ook om haar rol over te nemen. Want ik ben natuurlijk anders dan Adi en mijn kwaliteiten zijn anders. Dus ik zal het toch op mijn manier moeten interpreteren. Dus... Ik zie ook alle beelden terug die ik toen zag. Dat prikkelt me zo erg. Het is echt bizar mooie muziek. Weet je, en het is ook een smaakding. Ik vind dat niet zo heel snel. Maar deze voorstelling met dit orkest, muziek is prachtig.
En sommige scènes waar ik dus niet bij zit, dan ben ik achter of aan de zijkant of ergens en dan beleef ik de muziek ook. En dat is voor mij ook nieuw. Het is niet allemaal muziek met een eigen verhaal. Zoals wat je bijvoorbeeld de Notenkraker zou doen. Dat is een heel duidelijk verhaal. In de muziek, dat muziek, en daar wordt dan een choreografie op gemaakt. Dit is heel anders. Die precieze momenten en dat precieze muzikale verhaal, dat is minder hier. En we zoeken ook naar ruimte. De voorstelling gaat ook over ruimte en water. En dat vloeit dan meer. En dat geeft natuurlijk meer flexibiliteit, dat er minder scherpe hoeken zijn. Met je voeten aan de grens. Kom maar. Ja? Let's see if it works like this. Dus we moeten kijken, willen we video? Ja. Of is dit het beeld? Het is nu één planetenstelsel geworden. En zij moeten verder naar achteren, die twee. Of vind je het mooi dat ze daar zo staan? Als je goed gewoon naar beelden gaat kijken, zit er altijd wel een soort van een soort dwingendheid in het beeld. Het is niet zomaar een beeld, het is nooit decoratie. En dat is bij mij wel herkenbaar, denk ik. In principe maak ik daar een... Ik zet hem even zo, ik weet niet of je wat kunt zien met de spiegelingen. Ja, ik ga nu op de laatste rij hier op de hoek ga ik zitten. En dan kun je gewoon kijken wat je zichtlijn is. Ja, wat zie je aan die onderkant van die galerij en zo. En dat dwingt natuurlijk ook al gelijk af hoe je tribune hier zit. En dan komt Thomas Smit langs, dat is de zakelijke leider van Connie Jansen. En die vertelt me toch heel graag dat hij een tribune heeft van 500 man. En dat is natuurlijk een enorme ingreep in een locatie. Hè? De grootte van je tribune, dat het niet te groot gaat worden. Maar dat is een goede keuze geweest, want het is een succes tot nu toe. Ik heb eens tijd om terug te kijken. Nou, je hebt van die markeringsmomenten, weet je, toen we 10 jaar bestonden, dan ga je door, want dan denk je, wat gaan we doen, hoe gaan we het vieren? 15 jaar, 20 jaar, nu 25 jaar. Ja, en dan merk je dat het toch eigenlijk wel heel bijzonder is. Dat is een beetje maf om dat zelf te zeggen, maar 25 jaar je company overeind te houden is niet niks, want in het culturele wereld is dat niet makkelijk. Maar wat ik het meest bijzondere vind, is dat als je begint van, hè, als ik nu kijk naar de rondes die ik gemaakt heb, want je hebt eigenlijk allemaal, het zijn allemaal, weet je hebt de eerste 10 jaar en dan produceer je ad hoc. Dan krijg je voor het eerst structurele subsidie en dan kan je een verdieping ingaan en dan ben je 4 jaar later. En dan vind ik in 2005 ontstond het een soort artistieke kern, dat ik een beetje kon aanraken waar ik zo naar op zoek was. Weet je? Dus je voelt dat er periodes zijn waar belangrijke dingen gebeuren. Verdieping, ontwikkeling. En nu merk je in de laatste jaren dat we al aan het groeien zijn van het gezelschap Connie Jansen Danst naar een huis waar veel talentontwikkeling is voor jonge choreografen, voor jonge dansers. Maar ik dacht, 25 jaar wil ik toch op een bijzondere manier vieren. En ik vind dit een plek die bijzonder is voor Rotterdam. En de voorstelling was door zijn verhaal ook heel bijzonder voor mij. Dus ik dacht, dit is de voorstelling waarmee ik het jubileum 25 jaar de wereld ingooi.